CNL Reborns. Vandaag wil ik mijn tweeling Isa en Anna om gaan kleden. Helaas heb ik nog niet super veel kleertjes voor ze, maar ik ga proberen om ze iets leuks aan te trekken. Het is vandaag erg warm, dus het liefst niet iets super heets. Ik ga dit mannetje even neerleggen. Zo. Ik hoop dat jullie het zo zien. Dan pak ik het dametje er ook even bij. Hier is zij. Ook haar wil ik vandaag even een outfitje aan gaan trekken. Ik denk dat het vandaag gewoon rompertjes worden. Want ja, het is een warme dag. En dan moet ze niet te warm aangekleed zijn. En ik probeer nog steeds een beetje op zoek te zijn naar van die premature kleertjes. Of poppenkleertjes. Want ja, deze twee die passen echt heel weinig. Dus ik heb echt momenteel alleen rompertjes en wat shirtjes van Nijntje Pluis en zo. Dus ik ga ze proberen toch even leuk aan te kleden. En daar ga ik nu mee starten. Ik leg haar ook even neer. Zo. Daar liggen ze. Alle twee. Oh, het is niet zo goed zien, sorry. Zo. En dan ga ik ze omkleden. Ik ga even de Zo, ik heb ondertussen het aankleedkussen gereed gemaakt. En ik start sowieso wel met hun eigen rompertjes. Want zoals ik al vertelde, heb ik niet super veel kleertjes voor deze twee. Ik start met Isa. Hij krijgt zijn blauwe rompertje weer aan. Ze liggen vandaag lekker op de aankleedtafel. Voor deze twee is dat perfect, want ze zijn natuurlijk niet zo groot. Zijn prematuur, dus ja, die passen net even zo wat beter op de camera. Zo. Zullen we de knoopjes even vastmaken. Oh. Nou, hij heeft er niet veel zin in. Hij zit. Nou, het is vandaag hier een erge warme dag. Beetje raar en wisselvallig weer. Was zelfs nog een beetje mist. En dan werd het weer wat frisser. En daarna werd het opeens weer veel warmer. Dus ja, het was een beetje een aparte dag. Ik ga even kijken wat ik bij dit kleine mannetje aan kan doen. Ik wil in ieder geval een schattig mutsje bij hem opzetten. Zo. Het ziet er schattig uit. Even kijken waar het korte broekje is. Dat kan hij ook aan. Het is wel een beetje groot. Maar beter iets als niet, zeggen we dan maar. Zo, ik til hem even op hoor. Zo. Nou, het ziet er op zich best schattig uit. Alleen hij is echt net zo'n propje in dit pakje. Ik ga de camera even omdraaien. Dan kan ik het jullie van dichterbij laten zien. Nou, daar is Isa in zijn schattige pakje. En dan ga ik nu verder met Anna.
schuif ik Isa een beetje naar de zijkant. En dan is Anna aan de beurt. Oh, Isa's mutsje zit een beetje scheef. Anne krijgt ook gewoon haar eigen rompertje aan. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit met het vinden van kleertjes voor premature baby'tjes. Hier is het soms best lastig. Er is niet heel veel. Op Marktplaats kan ik ook nooit echt super veel vinden. Het liefst haal je het gewoon op zodat je het een beetje kunt bekijken. Ik heb wel eens dingen gekocht en dan kreeg ik het binnen. En dan dacht ik echt van oké, wat is dit? Dus ja, dan is het soms lastig. En poppenkleertjes zijn op zich ook wel schattig. Maar sommige poppenkleertjes vind ik weer echt te popperig, laat maar zeggen. Ik ga trouwens bij Anne dit jurkje proberen. Als ik de mouwtjes gewoon een beetje opvouw, dan moet het op zich wel redelijk zitten. En ik heb er nog een super schattig haarbandje bij. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat staan. Zo. Draai haar even om de knoopjes vast te maken. En ik denk dat de mouwtjes even omgevouwen moeten worden. Want het is een klein meisje. En Isa is een klein jongetje. Nou, ik moet zeggen dat het wel schattig staat. Even de mouwtjes opvouwen. En er is niks aan de hand eigenlijk. Het misstaat niet. Ondanks dat het eigenlijk een grote maat is. En dan heb ik hier nog een echt super schattig mini haarbandje. Dat staat echt mooi bij haar. Het heeft natuurlijk een heel klein hoofdje. Nou, hoe schattig is dit? Oh. Ik ben echt heel blij met mijn kleine premature tweeling. Super schattig. Die haartjes. Het is allemaal super mooi gedaan. Ik ga nog even van dichtbij filmen. Nou, daar is Anna. Isa, ik ga ze even naar het... Sorry jongens en meiden. Ik ga ze even naar het wiegje brengen. Daar heb ik even wat meer licht. Sorry, het blijft even stil. Maar ik ben even het wiegje aan het maken. Zodat ze daarin kunnen liggen. Ik pak ze nu even één voor één op en leg ze in het wiegje. Ik loop eerst even met de camera naar Anna. Zij ligt in het wiegje nu. Nou, hoe schattig ziet dit eruit? Klein mini meisje. Echt super schattig. Dan ga ik nu Isa even pakken. Ik til hem even op. Dan kan hij naast Anne in het wiegje. Nou, volgens mij is het best wel geslaagd. De twee. Isa ziet er ook super schattig uit, maar als ik naar Anne kijk, denk ik, oh, vet schattig. Het zou nog leuk wezen om zijn speentje even in te doen. Zo.
Nou, echt, ik vind het geslaagd, ondanks dat het outfitjes zijn die grotere maten zijn. Maar door het elastiek past hij zijn broekje goed. Hier bij het nekje zit het misschien iets te wijd bij Anna, maar het misstaat echt niet. Bedankt voor het kijken naar mijn video van het omkleden van mijn premature tweeling Anne en Isa. Hopelijk vonden jullie het leuk. En tot de volgende keer. Doei doei!